Op een zinderende zomermiddag zie ik een groepje ooievaars door een hooiland scharrelen. Het hooi wordt geschud om het sneller te laten drogen. Met dit mooie weer gaat dat heel snel. Tussen en onder het hooi zitten kikkers en ander klein grut. De ooievaars laten het zich best smaken. Dit grasland is verpacht. De boer betaalt een pachtsom aan Staatsbosbeheer en mag het land gebruiken. En op zo'n lome zomermiddag hebben we geen haast. De boer houdt keurig rekening met de ooievaars. Ooievaars tussen het hooi noemen we voortaan juist hooievaars.